Een nieuw jaar betekent ook weer nieuwe regels. En dan willen we natuurlijk allemaal weten, wat gaat dat voor onze portemonnee betekenen? Ik praat erover met DFT-verslaggever Thomas van Ossenbrugge. Thomas, welkom. Dankjewel. We hebben drie onderwerpen waar we een beetje sneltreinvaart doorheen gaan. Ja. Wat belangrijk is, het kabinet, het vorige kabinet, het zit er nog, demissionair status, gaat veel doen aan mensen met minder inkomen. Het minimumloon gaat omhoog. Klopt. Ook de huurtoeslag gaat omhoog, hè? Ja, ja, zeker. Nou, dat minimumloon dat gaat inderdaad, wordt verhoogd, wordt geïndexeerd, dus groeit mee met de inflatie. Ja, dat is best pittig, hè? Klopt. Maar wat ook een belangrijke wijziging is, is dat er sprake is van een minimumuurloon. Dit jaar is er nog sprake van een minimumdagloon, weekloon of maandloon. Ja. En daarin krijg je de scheve situatie dat... Afhankelijk van hoeveel uren je per cao werkt, zeg maar. Ja, nou, iemand die 36 uur werkt kan daardoor hetzelfde verdienen als iemand die 40 uur werkt. Dat is natuurlijk scheef. Ja. En nu komt er dus een minimumuurloon. Het betekent ook dat iemand die 40 uur per week werkt voor een minimumloon, dat die er zo'n 270 euro per maand op vooruit gaat. Dus dat is best wel flink inderdaad. Ja, ik zei het ook al, hè? Huurtoeslag gaat omhoog. Ja. Maar de zorgtoeslag, die wordt juist minder vanaf 1 januari. Waarom? Klopt. Afgelopen jaar, of eigenlijk dit jaar, was er een eenmalige verhoging van die zorgtoeslag. Ja, en die verdwijnt volgend jaar weer. Dat betekent automatisch dat de zorgtoeslag volgend jaar minder wordt. En dat kan maximaal oplopen tot zo'n 32 euro per maand. Ja, en dat betekent dus dat je meer uit eigen zak moet gaan betalen voor je zorg. Ja. Althans voor je verzekering. Klopt. Meer geld voor gezinnen, kindgebonden budget en kinderbijslag gaan omhoog. Ja. Er is ook meer geld voor kinderopvang, begrijp ik? Klopt. Al is nog even de vraag hoe dat precies uitpakt. De kinderopvangtoeslag die gaat omhoog. Wat de overheid doet, die berekent die kinderopvangtoeslag aan de hand van een maximaal uurtarief voor kinderopvang. Nou, dat maximale uurtarief gaat omhoog. Betekent ook dat de kinderopvangtoeslag omhoog gaat. Maar het is nog wel sprake van, of tenminste, het is nog maar de vraag hoeveel je er als ouder op vooruit gaat. Ja. Omdat zo'n kinderopvang is niet gebonden aan die maximale uurtarieven. Nee, dus zij mogen daarvan afwijken. Precies, dus het is, voor iedereen is dat verschillend. Ja. Energieprijzen, nou, dat is natuurlijk altijd heel veel om te doen geweest. Zeker. Het prijsplafond energie verdwijnt. Ja. Volgens mij, als ik het goed heb, maar dat weet je beter dan ik, zijn we eigenlijk bijna nooit echt aan het plafond gekomen, toch? Viel dat mee in de praktijk? Nee, dat klopt. En zeker nu, dat plafond verdwijnt inderdaad. Maar energiemaatschappijen die zitten daar onder. Dus ja, dat doet eigenlijk niks verder. Nee. 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 En er zijn wel van die fondsen beschikbaar gesteld voor de mensen die niet zoveel geld hebben. Ja, hoe zit klopt. Het daarmee? Er komt een noodfonds energie in 2024. En dat geldt voor mensen met een lager inkomen. Als je bijvoorbeeld 130% van het sociaal minimum verdient. En meer dan 8% van je inkomen aan energie kwijt bent. Ja. Dan kun je aanspraak maken op die steun. Ja. Het geldt ook voor mensen met een lager middeninkomen. Dus als je bijvoorbeeld 200% van het sociaal minimum verdient. Ja. En meer dan 10% van je inkomen aan energie kwijt bent. Dan kun je ook aanspraak maken op die steun. Ja, Thomas, dus heel veel knopjes waar aangedraaid wordt. Klopt. Een beetje omhoog, een beetje omlaag. Ja. Vanaf welke maand in het jaar weten we nou echt zo'n beetje, hè? Je zit ook nog met die Rode Zee gedoe, waardoor misschien toch de gasprijs weer heel erg omhoog gaat. Dat weten we allemaal niet. Ja. Wanneer weten we nou echt een beetje of onze koopkracht nou echt omhoog is gegaan? Dat zie je sowieso natuurlijk als je je eerste salarisstrookje krijgt. Eind januari. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste. Ja, en verder is het energieprijzen, die zijn natuurlijk altijd een beetje variabel. Het is ook maar de vraag wanneer je toe bent aan een nieuw contract. Ja, ook even kijken wat de gemeentes ons allemaal voor OCB precies. En dat soort dingen gaan berekenen. Ja, klopt. Maar het belangrijkste eikpunt is wel echt dat salarisstrookje van januari. Oké, nou, we wachten met smart af. Thomas van Ossenbrugge van de DFT-redactie, dankjewel. Alsjeblieft.